In het kader van de farmacotherapielijn is dit een samenvatting van het hoorcollege over diabetesmiddelen. Een van de belangrijkste redenen waarom we deze diabetesmiddelen belangrijk vinden in de farmacotherapielijn is op de eerste plaats omdat er zo ontzettend veel mensen zijn met diabetes. Als je over de hele wereld kijkt, heeft 1 op de 11 mensen diabetes. Een deel daarvan weet het overigens nog niet, maar dat is een ander verhaal. Wij verwachten dat in 2040 zelfs 1 op de 10 mensen diabetes zal hebben. En we hebben het dan vooral over type 2 diabetes. Daarnaast zijn er veel problemen met diabetesmiddelen en daar zal ik jullie wat over vertellen. Waar komt diabetes trouwens het meeste voor? Je ziet dat de diabetesmiddelen met name ook in de opkomende economieën een belangrijk probleem zijn. Wij verwachten in Europa, we hebben op dit moment zo'n 60 miljoen mensen met diabetes, dat verwachten we dat dat er nog 71 miljoen worden. Je ziet dat het in de Verenigde Staten, in het Caribisch gebied, dat er daar ook heel veel zijn. Zeker als je dat omzet naar het aantal mensen. Dus als je over de hele wereld kijkt, hebben we 415 miljoen mensen met diabetes nu. En we verwachten dat dat er 642 miljoen worden in 2040. Dus het is een groot probleem en de middelen voor diabetes worden heel veel gebruikt. Wat gebruiken wij in Nederland voor diabetesmiddelen? Dit is al een wat ouder plaatje, maar er was nog geen recente update beschikbaar. Je ziet dat in Nederland metformine nog steeds het meest gebruikte diabetesmiddel is en is ook in alle richtlijnen eerste keus. Op de tweede plaats de sulfonureumderivaten, maar u ziet ook dat nieuwere middelen, zoals de thiazolidinedione, de DPP-4-renners, en er staan nog een aantal middelen op die er inmiddels ook zijn, die staan hier nog onder overige, dat die langzamerhand beginnen te groeien ten koste van de sulfonureumpreparaten. Waarom hebben we eigenlijk überhaupt zoveel middelen nodig voor diabetes? Nou, het natuurlijk beloop van type 2 diabetes is dat je gemiddeld elke 5 jaar een behandelingsstap moet toevoegen. Diabetes type 2 is een progressieve ziekte. Je begint ergens met een dieet, een paar jaar later krijg je het eerste middel, dan hoog je het middel op en zo ga je door. En elke zoveel jaar heb je een nieuw middel erbij nodig. Als je dus maar vroeg genoeg begint met je carrière als diabetespatiënt, eindig je eigenlijk altijd met insuline. Wat je trouwens ook ziet op dit plaatje is dat het gemiddelde HbA1c in de loop der jaren langzamerhand stiekem toch oploopt, omdat we eigenlijk telkens iets te laat een vervolgbehandelstap maken. Welke middelen hebben we eigenlijk allemaal? Ik som ze even achter elkaar op. We hebben metformine, wat ik al zei, eerste keuze in alle richtlijnen. We hebben de SU-derivaten, misschien kennen jullie ze als tolbutamide, glimepiride of glycoside. In grijs een aantal nieuwere middelen, de TZD's, de DPP-4-remmers, de GLP-1-analogen. Het afgelopen jaar zijn daar nog de zogenaamde SGLT2-remmers bijgekomen. Omdat die middelen nu nog weinig worden gebruikt, zijn ze geen onderdeel van de farmacotherapielijn, maar ik laat ze toch maar even zien. En dan hebben we de insulines die we vervolgens weer kunnen indelen in de ultrakorte, de middellangwerkende, de langwerkende en de zogenaamde mix-insulines. Dat we, wat de plaats is van deze middelen, dat kun je onder andere zien in deze richtlijn van de American Diabetes Association en de Europese Diabetes Club. Ook zij zeggen metformine bovenaan is altijd de eerste keus. En dan kun je eigenlijk kiezen uit een palet van middelen die elk een eigen voor- en nadelen hebben. In Nederland hebben we in de richtlijn voor de huisartsen afgesproken dat sulfonureumderivaten de tweede keus zijn naast metformine. De belangrijkste reden daarvoor is het kostenaspect. Ze zijn namelijk het meest goedkoop. In dit plaatje kunnen we een keer zien hoe al deze middelen ingrijpen op de pathofysiologie van type 2 diabetes. Dus het ontstaan van een hyperglycemie heeft bij type 2 diabetes een multifactoriële oorzaak. Er is insulineresistentie, met name in spieren en vetweefsel, dus verminderde glucose-uptake. Maar er is ook, en zeker als de diabetes voortschrijdt, een verminderde insulinesecretie van de alvleesklier en een toegenomen glucagonsecretie van de alvleesklier. Er is een verminderd incretine effect, dus het signaal vanuit de darmhormonen naar de alvleesklier is verminderd. En er is een verhoogde glucoseproductie in de lever. Daarnaast verlies je ook nog wat glucose via de nier, wat op zich dan weer gunstig is, want daarmee gaat het glucosegehalte juist wel omlaag. En u ziet dat alle middelen die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld steeds op verschillende punten aangrijpen. Dus de metformine zal met name werken op een verminderde glucoseproductie in de lever. De SU-preparaten, maar dat geldt ook uiteraard voor insuline, zullen eigenlijk vooral voor zorgen dat er meer insuline in het lichaam komt. De zogenaamde DPP-4-remmers en de GLP-1-analogen, die hebben een invloed op het zogenaamde incretine-effect.
Thiazolidine dionederivaten hebben met name hun invloed op de insulineresistentie. En de laatste nieuwe groep middelen, de zogenaamde SGLT2-remmers, zullen ervoor zorgen dat je meer glucose verliest via de nier. Hoewel we vooral te maken hebben met een golf van type 2 diabetes, moeten we niet vergeten dat er altijd nog een groep patiënten is die type 1 diabetes heeft. En dat heeft niks te maken met overgewicht. En die mensen moeten altijd insuline hebben. Dit staat hier met koeienletters op de D en dat is niet voor niks. Als je deze mensen namelijk opneemt in een ziekenhuis en per ongeluk behandelt als een type 2 diabetes, kunnen deze mensen een ketoacidose krijgen omdat ze een absolute insulinedeficiëntie hebben. Dus probeer altijd te achterhalen wat het type diabetes is van een patiënt. En als het een type 1 diabetes is, weet je dat je ook als mensen nuchter zijn nog altijd moet zorgen voor insuline. Die insulines, hoe werken die eigenlijk? Ik heb ze net al even genoemd. Je hebt de ultrakort werkende of de snel werkende insulines. Jullie zullen vooral Novorapid en Humalog kennen. Die werken zeg maar binnen een half uur tot een uur en hebben een werkingsduur van 4 tot 6 uur. De middellang werkende insuline, daarvan wordt met name Insulataan nog steeds gebruikt. Die hebben een korte piek na een paar uur. Dit gaf in het verleden altijd nachtelijke hypoglycemieën. Een van de redenen waarom we ze vervangen hebben door Lantus en Levimeer. En werken 20 tot 22 uur, maar dat kan per patiënt behoorlijk verschillen. Een aantal jaren geleden hebben we de langwerkende insuline analogen gekregen, Lantus en Levimeer. En inmiddels is er een nieuwe Tresiba insuline degludec die zelfs nog langer werkt. Je ziet dat deze middelen een veel vlakker profiel hebben en niet die piek geven gedurende de nacht als je ze voor het avondeten of voor de nacht spuit. Veel mensen gebruiken ook nog zogenaamde mix insulines, wat eigenlijk een mix is van de Novorapid bijvoorbeeld en de Insulataar. En dat noemen we dan Novomix, meestal in een verhouding 30 tot 70. En die middelen hebben dus een korte piek eigenlijk om bij de maaltijd te geven. En die hebben nog vervolgens de middellang werkende insuline erbij. Nou, het voornaamste probleem waarom mensen worden opgenomen in het ziekenhuis als grove diabetesmiddelen is uiteraard hypoglycemie. En dit wordt eigenlijk veroorzaakt door twee middelen, de SU-derivaten en uiteraard insuline. Je krijgt geen hypo's van alleen metformine of de zogenaamde incretines, dus de DPP-4-remmers of de GLP-1-analogen. Uiteraard kunnen metformine en de incretines wel het effect van de SU-derivaten en insuline versterken. Een tweede belangrijk probleem wat je moet kennen is, en dat is specifiek voor metformine, is de zogenaamde lactaatacidose. En dit treedt eigenlijk alleen maar op bij mensen met een gestoorde nierfunctie. Daarom zeggen we ook dat mensen met een gestoorde nierfunctie, dus een klaring tussen de 30 en de 60, nog maar maximaal 1000 milligram metformine per dag mogen gebruiken. En dat je bij een klaring onder de 30 de metformine zelfs zou moeten stoppen. Denk er ook aan dat als er een risico is op nierfunctiestoornissen, zoals bijvoorbeeld contrast of een operatie waarbij dat risico bestaat, het ook verstandig is de metformine te stoppen. De metformine wordt sowieso vaak gestopt rondom een operatie, maar dat is dus niet vanwege het feit dat je er een hypo van krijgt, want dat is niet zo. Dat is misschien wel meer omdat je bij nierfunctieverlies een lactaatacidose kan krijgen. Hoe herken je de symptomen van een hypo? Want dat is het grootste probleem. Nou, wisselend humeur, hoofdpijn, moeheid, honger, bleekheid, duizeligheid, beven, zweten, slecht zien. Maar het grote probleem is dat mensen met diabetes deze symptomen vaak in mindere mate hebben. Die hebben al vaker hypo's gehad, waardoor ze zogenaamd unaware zijn voor hypoglycemieën. En met name symptomen als zweten, beven, honger veel minder hebben en die merken het dan bijvoorbeeld eerder aan het feit dat ze minder kunnen zien of dat ze zich minder kunnen concentreren. Als mensen echt hypo's hebben, hebben ze uiteraard de symptomen die je ziet in het begin van de diagnose diabetes, zoals vaak plassen, wat natuurlijk met name een valrisico geeft gedurende de nacht. Wie is er het risico voor die hypo's te krijgen? Nou, het zal u niet verbazen dat dat wederom de ouderen zijn. Dat geeft met name ook een hoog valrisico, een hypo krijgen en je heup breken. Bij een verminderde nierfunctie en met name het SU-preparaat glibenclamide, wat een langwerkende metaboliet heeft, is erg gevoelig of geeft een groot risico op hypoglycemie. En wat ik net al zei, de mensen die een verminderd gevoel hebben van hypo's, de zogenaamde unawareness. Dat komt vooral voor bij de mensen met type 1 diabetes, maar zeker ook de mensen met type 2 diabetes die insuline gebruiken en vaker hypo's hebben. En dan zijn er nog pillen die ervoor kunnen zorgen dat het gevoel voor hypoglycemie verandert, zoals bijvoorbeeld de niet-selectieve beta-blokkers, zoals propranolol, sotalol. De selectieve beta-blokkers doen dat eigenlijk nauwelijks.